Ja, goedemiddag luisteraars. Vandaag ben ik weer eens te gast op Fort Sabine. En het ziet er een beetje verlaten uit nu, op deze zondagmiddag. Heel stil is het. En ik ben op zoek naar Bill, Bill de Piraat. Die heeft hier 31 juli een voorstelling voor jong en oud. Even kijken waar Bill rondloopt. Ik zie wel iemand lopen en dan gaan we gewoon even achterna lopen. Nou, hij heeft daar de gang in. Hallo, u bent waarschijnlijk Bill. Ja, ik ben Piraat Bill, ja. Wat komt u hier doen, meneer de landrot? Kom voor een interview. Voor een interview? Daar weet ik helemaal niets van. Ik ben een schat aan het begraven. U stoort mij. Oké, waar voor schat? De schat van een hele belangrijke piraat. Maar daar vertellen we meer over op 31 juli, meneer. 31 juli, dan is de voorstelling. Hoe laat begint de voorstelling? De poorten gaan om 13 uur open, meneer. 13 uur, tot hoe laat? We zijn hier volgens mij geopend volgens de beheerder tot een uur of vijf. Tot een uur of vijf, dus van 1 uur tot 5 uur een doorlopende voorstelling of meer op één middag? Voorstelling? Het is een avontuur, meneer. We nemen de kinderen mee op een avontuur op dit grote fort. En wat kunnen de kinderen allemaal verwachten? We gaan iets doen met een piraten powerdrink. Die moeten ze leren maken en leren proeven. En ze moeten ons laten zien dat ze piraatwaardig zijn. En hoe gaat hij dat allemaal doen? We gaan ze eerst een prachtig verhaal vertellen en daarna nemen we ze op avonturentocht over het fort. En wat voor avonturen zijn er allemaal te beleven op het fort? Dat is nog een groot geheim, meneer. Want als we die geheimen prijs gaan geven, dan gaan mensen zelf hun eigen gang. En landrotten, die moeten eens leren van piraten te leren. Heeft u in het verleden wat meer van die voorstellingen gedaan of is dit de eerste keer hier op Fort Sabine? Voorstellingen, meneer. Voorstellingen. Dit is bittere ernst. We zijn aan het proberen jongelui op te voeden tot piraat. Ze gaan hier een piratencursus doen. Klinkt allemaal leuk natuurlijk. Leuk? Het is keihard werken. En aan het eind vanmiddag is het natuurlijk hartstikke leuk voor de kinderen. Want de kinderen die gaan een schat vinden. Ze gaan een piraten powerdrink maken. Ze gaan hem proeven. Ze gaan allerlei piratenproeven doen. Leuke spellen, et cetera, et cetera. Ja, de mensen die nu zitten te luisteren, die denken, wat is dat nou voor een idioot? Maar in ieder geval, dat is de voorstelling, of de voorstelling, het theatergebeuren op Fort Sabine, wat de mensen kunnen belezen. Als de mensen meer informatie willen weten, hebben jullie nog een website? Website. Dat zegt me helemaal niets. Ik ga even de beheerder roepen. Ik ben zo terug. Beheerder! Als u meer wilt weten over Fort Sabine, kijkt u natuurlijk op www.fortsabina.nl of anders op onze Facebookpagina. Oké, ja. Goed Joost, blij weer eens te zien. Aardige man, joh. Ja, ik weet ook niet precies wat hij hier aan het doen was, maar volgens mij, hij is ook weer heel snel gevlogen, moet ik eerlijk zeggen. Maar hij ging iets van een kist begraven, begreep ik, toch? Ja, zoiets. Hij was schat ondergraven, dus ja. Maar het belooft in ieder geval een mooie voorstelling, hoor, of niet? Ja, ik denk het wel. Het is een heel bijzondere activiteit, want het is een combinatie tussen theater en een speurtocht en allerlei spellen. En een schat vinden en een piratendrankje maken. Dus het is echt een combinatie, het is echt een familieding. Dus gezinnen met kinderen zijn van harte welkom op die dag. Ja. En natuurlijk anderen ook, anderen geïnteresseerd. Het is eigenlijk voor jong en oud. Voor jong en oud en voor oud en jong. En voor oud en jong, ja, dat heb je samen gehad natuurlijk. Ja. Dus de hele doorsnee van de hele bevolking is welkom op Fort Sabine. En uiteraard, we doen dit soort dingen meer. Meer theater. We hebben op 18 augustus ook nog een voorstelling. Een locatietheatervoorstelling over de geschiedenis. Hè, over het moment dat de Fransen hier het veld moesten ruimen. En als mensen daar meer over willen weten, volg ons op Facebook en bekijk de website. Oké, Joost. Ik wil je bedanken voor het gesprekje. Ook bedankt die goede man even. Bill? Ja, ik geef het door. Ik denk dat ik een flessenpost in de gracht moet gaan gooien zometeen. En wellicht weet hij hem te vinden. Is goed, Joost. Bedankt voor je gesprek. Oké. Doei!